Wij willen de bevolking van Afghanistan helpen. Op grond van alles wat wij gehoord hebben, moeten wij concluderen dat dit geen kansloze missie is. Afghanistan, het land dat al tientallen jaren wordt geteisterd door oorlog en geweld. Vanuit de bergen van Afghanistan bereidt het Al-Qaeda van Osama Bin Laden de aanslag voor op de Twin Towers. In hun jacht op Bin Laden verklaart Amerika de Taliban de oorlog, omdat die hem weigeren uit te leveren. En vanaf 2002 doet Nederland mee. In ruim 10 jaar tijd zetten tienduizenden Nederlandse militairen voet aan de grond. Met als doel de Taliban verder verdrijven en het land opbouwen. Maar in juni 2007 gaat er iets vreselijk mis bij Chora. Bij een bombardement komen tientallen burgers om het leven. Hoe kon het zover komen en wat is er precies gebeurd? Begin 2006 is er een hoorzitting in de Tweede Kamer. Nederland staat voor het besluit een missie naar de provincie Uruzgan te sturen en heeft een aantal Afghaanse parlementsleden uitgenodigd. Een van hen is Abdul Khalik uit Chora. Niet veel later valt de beslissing definitief. De regering stuurt duizenden Nederlandse militairen naar Afghanistan om de leiding te nemen over de gevaarlijke provincie Uruzgan, bakermat van de Taliban. Er mag geen enkele twijfel over bestaan dat de regels van het humanitaire oorlogsrecht worden nageleefd. Wij willen in ons gebied op onze manier een band met de lokale bevolking op kunnen bouwen. Onder ISAF-vlag wordt een grote militaire missie opgetuigd om het gebied veiliger te maken en wederopbouw van de grond te krijgen. De missie zelf waarom ik ging, was voor mij wel een hele grote uitdaging om echt iets voor de bevolking te gaan doen. Mijn taak was zijn chauffeur, boordschutter. Het boordschutter gedeelte dat heb ik voor de thuisfront achterwege gelaten. Het verschil met Nederland is toch wel heel erg groot. Voordat je daadwerkelijk het missiegebied ingaat, moet je wennen aan het klimaat en aan de bepakking. Wij gingen naar een dorp toe. Daar spraken we met een moela, een burgemeester van het dorp. Of met andere bevolkingsgroepen. En gingen we kijken wat we voor hun daadwerkelijk in het dorp konden doen. Scholen, waterputten. Je kunt het zo gek niet benoemen. Kamp Holland. Vanuit dit hoofdkwartier bij de provinciestad Tarinkot trokken de Nederlanders Uruzgan in. Zo'n 1400 Nederlandse en zo'n 400 Australische militairen waren hier gelegerd. Leden van de missieteams gericht op opbouw, maar ook eenheden die voor bescherming moesten zorgen. Nederland had containers aangeschaft, want door mortieren geregeld werden we beschoten. Van die goederencontainers, zeg maar, daar sliepen we in. Ik kan me nog herinneren dat we een groot restaurant hadden. Naast het restaurant waar we konden eten, had je nog een gedeelte waar we konden drinken en waar je 's avonds een beetje vertier kon hebben. Ja, er was van alles te doen daar. In juni 2007 verblijft een Amerikaanse cameraman op Kamp Holland. Hij filmt de verschillende onderdelen op de basis. Well, the Apache is an aircraft designed for 2 pilots. 1 pilot in the back and 1 pilot in the front. This is the Panzer Howitzer. It's a German made. Our mission is to give fire support to the troops who go out when they're in trouble. We're ones to help. Anytime something can happen, they can need fire support. We'll give it to them 24/7.
je bent wel klaar voor de taak, maar je gaat wel gespannen, ga je het gebied in. Het hangt ook een klein beetje van de informatie af wat je krijgt van tevoren. Is er een dreiging? Is er geen dreiging? 'S Ochtends kregen wij de informatie door van zijn er verdachte dingen waargenomen? Is er kans dat we worden aangevallen? Dus ja, met die informatie ga je het gebied in. حالات جنگونه و ډیر جنگونه و خبرته بیا جنگونه سره برابر سو شس و خودی امنیت را واستي برابر سو. Maar in april 2007 rukt de Taliban steeds verder op rondom Chora. De Nederlandse troepen hebben te weinig manschappen om het hele gebied volledig te bemannen en werken daarom samen met het Afghaanse leger. En de grote aanval is kennelijk nu begonnen. Er zijn twee Nederlandse gewonden op dit moment. De Taliban organiseren hun strijders vooral in de Baluchi-vallei, tussen provinciestad Tarinkot en Chora. 15 juni gingen eigenlijk voor een vrouwendag in Tarinkot. Ik weet nog dat de voorste voertuig een stukje doorreed. En enkele seconden nadat ik ben ingestapt en we reden door, ja, was er in één keer een zwarte wolk. Achterwaarts. Ik hoor wat geschreeuw en gehuil. Nou, op een gegeven moment wisten we nog niet echt wat de bedoeling was. Chaos. Ik kan me nog herinneren dat ik aan de rechterzijde een huis had staan. En daar zag ik een vader. Moeilijk en heel zwaar gebaar. Iedereen was de auto uit. Maar je bent zo waakzaam. Je bent gereed om op alles te gaan schieten. Op een gegeven ogenblik zie je wel dat de luik open gaat achter van de eerste voertuig. En je ziet dat er een collega aan het gereanimeerd wordt. Dat zie je allemaal. We hebben te maken met drie gewonde eigen zijden. Eén daarvan is bewusteloos, twee worden behandeld. De prio's zijn nog niet vastgesteld. Ja, kom maar binnen. De man had zich opgeblazen. De auto die zat klem in een greppel. Kon er niet uit, maar die heeft zichzelf tot ontploffing laten brengen. Waardoor Timo Smeehuis is omgekomen en 8 Afghaanse kinderen en ja, een aantal volwassenen, maar dat weet ik niet exact. Dat is de 15 juni bij ons gebeurd. Dat was het begin van de slag om Chora. In de dagen dat er op indrukwekkende wijze afscheid wordt genomen van Timo Smeehuizen, begint Nederland vanuit Kamp Holland een grote offensieve actie tegen de Taliban. Om erachter te komen wat er zich in die dagen heeft afgespeeld, reizen we naar Chora om daar met Afghaanse ooggetuigen te spreken. Hier in de vallei trekken rond 15 juni honderden Taliban-strijders samen om de Nederlandse troepen aan te vallen. Ik had het heel erg zwaar. Na een aantal gesprekken toch maar weer de auto in.
We gingen naar een gouverneursgebouw. En er is een heel belangrijk gebouw daar in het gebied. Ja, degene die de gouverneursgebouw in handen heeft, die heeft het voor het zeggen daar. Dus gewoon echt een wit gebouw met een open ruimte binnenin. En daar zaten we 10 dagen. Salam. Musharraf. De Taliban begint een grote aanval op een aantal politieposten in en rond Chora. De Nederlandse militairen verdedigen zich samen met het Afghaanse leger. De dreiging was ook dat de politieposten zouden vallen. Ja, en koste wat kost, dat moest behouden blijven. Ja, en Chora, die zat in de aanvoerroute voor alles en iedereen. Nee, het zou echt rampzalig zijn geweest dat als Chora zou vallen. Ja, dat is maar kwaad die we scherkten, we gaat het balkalie. Dat is scherkt het maar kwaad die we gaat het balkalie. Te krijgen dat moet ik niet, dat moet ik maar benken dat ze 300 meter massapa bij balam. Taliban agin da dagar kale tori ne wardi zma per kor bandi tarud shuro kirdi jang di tugundi di hawanu me di o asta dugan di raktar di zma per kor zma ma da kale per ma pizun bandi per di bandi takan di zma urur ne jundi di o sara jang di o di te khabar o kirdi o lusmadi ta o kharjan ta. Voor de commandant in Uruzgan, Hans van Ginsve, is de situatie moeilijk in te schatten. Er komen verschillende meldingen binnen via telefoontjes en tolken. In een gepubliceerd verslag schrijft Van Ginsve: op andere plaatsen worden vrouwen en kinderen de armen afgehakt en ze worden levend in brand gestoken om de strijders te dwingen zich over te geven. De Taliban veroveren verschillende politieposten in het gebied. Vanaf Kamp Holland worden samen met de coalitiepartners de tegenaanvallen gecoördineerd. Chora mag niet vallen. Van Ginsve staat voor de keuze. Terugtrekken of het gevecht aangaan. Voor hem is het duidelijk. Internationaal gaat Nederland weer af. En dat zou het failliet van de gehele missie betekenen. En als Chora zou vallen, was ons ook heel sterk het gevoel van wij hebben een tweede Srebrenica. Dat is wel iets wat heel erg bij de Nederlanders heerste. Waar in Srebrenica in 1995 de Nederlanders moesten toezien hoe de Serviërs de enclave binnenvielen en ze de bevolking niet konden beschermen, wil Van Ginsve dat nu in Chora voorkomen. We gaan versterken en keihard verdedigen en gebruiken daarbij alles wat we hebben. Ten aanzien van de rules of engagement zoeken we de grenzen van het toelaatbare op. Dat hier eigenlijk is dat de defensie ook gaat daar dieren zijn geleden, was je tegen dieren alles, de defensie ook gaat, maar daar gaat dieren die daar zijn, houden nu nog steeds toch die, daar bij Halindiano, daar Halindiano, maar voor koerban die altijd de garde gaat ze, harijan, de Taliban zijn die lagen die, de jongen de gaat, de schema de gaat ze, die houden nu nog per avond die, ter maar misschien nog per de eerste keer we de zwaarder de telefoon kreeg die naar Parijs bleef gaan lezen, per jaar de gaat. Taliban zijn pas daar nu de kadisch pas daar nu. Pas later zag hij bij een kabar waar ik hem had gezegd dat hij woonde. Dan moet ik hem er zaten. Hij bewoonde, kan bewoonde. Daar zijn ze hem er bombarden. Wat ik laat die rauwater, die is rauwater. Urswalit er aan. Dat maakt de koor maar pizin. Dat moet ik snijden. Kan de olie controleren. Er aan. Urswalit er aan. Pas daar ik die laat niet lager die bombarden. Schroken. Even later bel ik de commandant der strijdkrachten, generaal Dick Berlijn, op. Ook hij stemt in
en wenst me succes. Ik denk op een vrijdagmiddag dat ik het bericht kreeg dat daar werd gevochten. Dat het bedenkelijk werd. Ik heb in de loop van zaterdag ook nog een aantal contacten gehad met de commandant strijdkrachten, Dick Berlijn. Ik werd over alles geïnformeerd. Functioneerde soms als een klankbord. Maar hebben ze er voor gewaakt als politicus geen militaire beslissingen te nemen. Was u het eens met die keuze? Zeker. En ik was er zelfs gelukkig mee, omdat ik begreep dat het voor de geheel van de missie en ook voor de politieke verantwoordelijkheid van het kabinet lastig zou zijn als je daar een behoorlijke nederlaag, misschien beter geformuleerd, ook een tegenslag voor de missie had gehad. In de nacht van 16 op 17 juni wordt besloten om naast andere middelen ook de panzerhauwitzer, gestationeerd op Kamp Holland, in te zetten. En dan maak je op een gegeven moment de beslissing dat het toch gerechtvaardigd kan zijn om die panzerhauwitzer in te zetten. Dat is een vrij grof middel, want je plopt grote granaten over een afstand van, wat is het, 25 kilometer. Niet al te precies, want tegenwoordig zijn ze veel beter lezen geleid, maar toen nog niet. Als de commandant van de taskforce, gelet op alles wat zich rond Tjora ontwikkelde, tot de conclusie komt dat dat gerechtvaardigd is om de panzerhauwitzer in te zetten. Die stond er ook niet voor niks. We hebben hem niet voor niks onderdeel gemaakt van de materieeluitzending. En de commandant de strijdkrachten in Den Haag geconsulteerd adviseert daar positief over. Dan is het goed dat ik dat weet. Maar was dat voor mij geen aanleiding om ho te roepen. Twee uur lang wordt op vooraf vastgestelde doelen en vermoedelijke aanvoerlijnen van de Taliban gevuurd. Regelmatig klinkt er een dreun als de panzerhauwitzer met zijn grootste lading een granaat richting Tjora stuurt. Alles in het kamp trilt. Als een stijgende ster wordt de granaat opgenomen in het zwerk om even later aan de andere kant van de bergen als een vallende ster dood en verderf te zaaien. Today we are supporting our Dutch troops in Tjora. They have a lot of things going on there. We asked for support. We're doing that all morning now. Can you see the impact from here? No, it's no. 30 kilometers. Okay. Daar we Jirebia, woeken, gaat daaiwo, dat raaiwo, dat je die ras had agora, garde awara, vlader. Daar praat we dat Jirebia, dat panazijn nu, dat panazijn nu, hoor hoe gari praat we, doe je chirala bombaro, dat de olat amkara halagwa. Dat kalairak die je dat bombar zou ide. دا څه بمبارونه سوي دي دوی وایي چې دغه مرده طالب کور بمبار کی دا دغه خلکو کورونه بمبار کا چې هغه د دولت امکاره خلک و زه نه پوهیږم دا خو زموږ سیاسر یې رامړی کړي دا خو زموږ کوچنیان راشیدان کړه دا خو زموږ جوماتونه راشیدان کړه دا خو زموږ کورونه راوار کړه په کلایراه کې 50 کوره بمبار شوله. زه د شپې د سهار اذانونه شروع زه د وتلم پر اوداسه باندې لاړم اوداسه ته دا بمبار یو بمب وغورځېد د تیارې مخ لره نه بوغ ونه غور ونه ږغ و بس اسماني بمانو راباندې شروع شو. تاسې کور کې څومره بمونه؟ زما خپل په کور کې خو نه دی د همسایتوب شنک سرای و یو بم پر اصلي د کاله پر خونه برابر شو دا شایان پکښې پرو. تاسې کور کې؟ بلې و 15 وطاق یې پر لولړل داسې سره واخ. څومره کسان شهیدان شو؟ اووه تنه شهیدان شو. دغه اووه تنه دا درې نارینه چې وایي یو د 50 کالو و، یو د 8 کالو و، یو د 15 کالو. نجلۍ چې وایي یوه دانه د 9 کالو وه، یوه د 9 کالو، یوه یې مور وه. بس د خیر سره یوه مې دا مور جوړ وه.
Niet alleen het dorpje Kalera wordt getroffen, maar ook het verderop gelegen Sarap wordt gebombardeerd. Naast de bombardementen bestrijden ook de Nederlandse grondtroepen en burgermilities samen de Taliban. Tientallen vijandelijke strijders komen om. Als je mag slapen, word je wakker van doffe geluiden. En dat een paar keer achter elkaar. Uiteindelijk ja, weet je dat dat van kamp Holland afkomt. Ja, we zaten dan midden op het dak, kan ik me nog herinneren. En dan zie je al die vliegtuigen laag overkomen. Ja, achteraf heel raar. Maar was op dat ogenblik toch ook wel een klein beetje sensatie. Ik zal het dan op de dag delen, niet dat ik van beide schrokken. من بعد پدیده شورا که پداش جنوبی کلارا باندی پرشمالی کلارا باندی من دکوی که شروع کی سرد دید شوری پس ایک شروع کی از من نظر خون دقل نظر دید دخش بمباری نو شب بمباری نو دا غلط بمباری و کدی بمباری باید پر طالبان باندی کری وی دید بمباری باید طالبان پر صحا باندی کری وی Hoe kan het dat Nederlanders huizen waarin vrouwen en kinderen zaten hebben gebombardeerd? Dat is voor mij compleet nieuw feitenmateriaal. Ik sluit het ook niet uit, want dat vloeit voort uit de kennis die ik had en heb van zeg maar, het ruwe karakter van een Panzerhaubitzer. Maar ik heb nooit met zoveel woorden een rapportage gekregen dat dit
het gevolg zou kunnen zijn. Tijdens de gevechten in Afghanistan vallen er regelmatig burgerslachtoffers. UNAMA, onderdeel van de Verenigde Naties, houdt het nauwlettend in de gaten. The civilian casualties made us unpopular. And we thought in the beginning that the civilian casualties among the Afghans are mainly caused by the Taliban. And we are on the good side. In a given moment, I had to report to the Security Council that more civilian casualties were on our account than on the Taliban. The military should not attack civilians, full stop. Na 5 dagen van harde gevechten wordt de Taliban een halt toegeroepen en komt het gebied rond Chora weer onder controle. De Nederlandse militairen keren terug naar Kamp Holland. Een belangrijke reden om in te grijpen was een melding van gruwelijkheden van de Taliban tegen vrouwen en kinderen. Vonden die gruwelijkheden op grote schaal plaats? En was het Nederlands geweld daarop wel proportioneel? Atrocities have been identified, even the killing of women and children that belong to police people. We are still investigating this, so of course we'll know what exactly happened. But that the Taliban did commit atrocities is almost certain. Я ваша за мрасаведа сделал отрешение, что да Малик хан морва. Да Малик морва, да Малик поста дарлода. Малик поста и лякра раугур зеды рали корта. Море псиурны на вот ага прорыть его псиварки море мало тапокшики вас вазал. Да Майл деда, да га Адиса. Магардаси бомбар, когда да га وکیل چې دا ما در یاد کړي د هغه بل هغه 12 کسه چې مړي دي چې بمبار شوی دی ده څنګه دا قومانده ورکول فغینس فرابورتیرد دات د ارمه فن فراوه ان کینډره ورده افګهاکت اوم د مانه ته دوینګه اوم می ته وختن اس دی ملډینګ او بی یوترخت چا بس کنه چا بس کنه ات سیت ان مین هافت اس دیت واس اونګوویر ات پلاټجه فن ګرولیکهیدن فروزاکت دور د طالبان دات می denk ik, in dat weekend al werd gemeld. Want het, nogmaals, het behoorde bij ook een beetje bij de opbouw van de ernst. En het behoorde ook bij de afweging van de commandant van Griesveen. Van wat moet ik doen? Is daar bewijs voor gevonden achteraf? Moet het niet aan mij vragen. Ik heb ook geen reden om eraan te twijfelen. Zelfs nu niet. Weet ik niet. Volgens mij een week later kregen wij de opdracht om van hoogrand om het gebied daadwerkelijk in te gaan. Waar die hevige gevechten zijn geweest, om dat op te lijnen van nou, wat is de schade? Is de schade gekomen van ons? Is de schade gekomen van de Taliban? Hoe is het gesteld met de bevolking? Is er inderdaad zoveel gruwelijkheden gebeurd door de Taliban? Of valt het eigenlijk allemaal wel mee? Nou, gaandeweg kregen we te horen dat er dus wel bepaalde dingen gebeurd waren, maar niet zo extreem als wat we in het begin kregen te horen. Het viel op zich, ja, viel het wel mee. Vlak na de slag om Chora wordt een rapport opgemaakt door UNAMA en de mensenrechtenorganisatie AHRC. Hierin zetten de onderzoekers vraagtekens bij de nauwkeurigheid van het bepalen van de doelen en het serieus overwegen van alternatieven. Toch concluderen ze dat het gebruik van geweld niet buitensporig is geweest met het oog op het militaire gewin. Een oordeel dat ze baseren op een bezoek van slechts 3 uur aan Chora. Sida, dat rapportje dat Khalgo Padres had dat je Jorkeri die, zodat je toch op een match Padres had dat je deed zingen Sarav Tomboras je die, of Kalairago die dat zoek daar woogusta die zeita dat zoek om ons je zoek als aan andere woogusta. دغه لاپردی باندې ثبوت دی دغه رپورت چې دا مطلق بې معنا خبره ده نه دی چې دا تیت په 3 ساعته کې دا رپورت جوړ کړی دی چې دا حقیقت لري دغه حقیقت نه لري په 3 ساعته کې دا کار نه کیږي دا په 20 ورځې کې نه کیږي. So they focus on the victims, which is not so bad. One may have been more precise in defining how little we knew and how little space we had to investigate. One could have made it clear in the report.
We spreken een lokale onderzoeker van hetzelfde AIHC. Hij verklaart eveneens dat de meldingen van de gruwelijkheden van de Taliban verkeerd geïnterpreteerd zijn. Hij aarzelt of hij gefilmd wil worden, omdat hij zich niet op camera tegen zijn organisatie wil uitspreken. Hij vindt het toch goed dat de camera blijft draaien en vertelt over zijn bevindingen. De Taliban op die hartelijk moet het rapport naar de Russische Taliban. De prijs die is betaald door de burgerbevolking is hoog. Mogelijk ook door de inzet van artillerie. Ging het besluit tot deze inzet zonder slag of stoot? Commandant van Ginsve geeft toe dat er discussie was. Failure is no option. In mijn bureau kijkt de een triomfantelijk en vol strijdlust. De ander loopt kwaad weg. Welke partij liep kwaad weg? Een persbericht dat vlak na de aanval verschijnt geeft mogelijk het antwoord. Coalitiegenoot Australië verklaart: de Australische troepen waren niet betrokken bij de gevechten. It's absolutely not usual because ISAF was meant as one unified force with one reason and one legitimate mandate to help the Afghans against Taliban attacks. In mijn geheugen zit nog wel, de Australiërs zijn zeer kritisch en willen niet meedoen. Wat zegt dat? Dat het om een hele zware beslissing is gegaan. Dat er kennelijk ook een andere mogelijkheid was geweest. De Australiërs zijn bezorgd over het verlies van onschuldige levens. Ze stellen dat de Australische troepen opereren onder rules of engagement, die als doel hebben burgerslachtoffers te vermijden. Well, this is exactly what in the press statement has been said, that there is a dispute about the legitimacy of the using of artillery. One part says no, the other says yes. And this is a critique which in a subsequent investigation should be brought to light. We nemen contact op met de toenmalige minister van Defensie, Brandon Nelson. Hello, Mr. Nelson. Yes, I can hear. I think I'm calling on the right time. Yes, 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 you are talking. We spreken hem uitvoerig en hij zegt een interview toe. Maar hij aarzelt of hij de Nederlanders openlijk moet afvallen en trekt zich terug. Vanwege het belang voor ons onderzoek geven we weer wat hij telefonisch heeft gezegd. Volgens de minister hebben de Australiërs strikte regels voor de inzet van artillerie. De regels vereisen dat er tenminste twee waarnemingen zijn om te bepalen of het doel aanwezig is. En ten tweede of er geen burgers zijn. De minister herinnert zich dat er op dat moment geen twee waarnemingen waren om beide zaken te bevestigen. Volgens de minister hebben de Australiërs de Nederlanders vooraf gewaarschuwd voor de mogelijke aanwezigheid van burgers. Houden de Australiërs er andere regels op na dan de Nederlanders? Nee, want iedereen opereerde onder de regels van ISAF. En daarbinnen golden de rules of engagement voor een ieder. Het probleem was dat die informatie onvolledig was. En niet
zo compleet was als je normaal zou wensen, moeten afwegen tegen die strategische beslissing. Er was op dat moment maar één commandant die tenslotte die zware beslissing moest nemen. Het waren niet de Australiërs, dat was Van Griesveen. De Nederlanders besluiten de bombardementen door te zetten. Na de slag om Chora is er ook een ISAF-onderzoek waarin wordt gekeken naar de inzet van de wapens. Er wordt een harde conclusie getrokken. ISAF-commandant Dan McNeil stelt dat de inzet van de artillerie gedurende ongeveer 2 uur in de nacht van 16 op 17 juni... zonder directe waarneming op het doel niet in overeenstemming met het oorlogsrecht zou zijn geweest. Omdat daarbij onvoldoende onderscheid zou zijn gemaakt tussen militaire doelen en civiele objecten. Dat rapport van McNeil, dat herinner ik me nog als de dag van gisteren, want daar ben ik enorm van geschrokken. Dat was politiek relevant. Het eerste wat ik heb gezegd, dit moet aan de Kamer worden gerapporteerd en dat is gerapporteerd. Het tweede was dat daar nog een laatste juridische beoordeling overheen gaat en dat was van de NAVO. Na bestudering van het ISAF-rapport interpreteert de juridisch adviseur van de NAVO de gegevens anders en onderschrijft het oordeel van McNeil niet. Met welk argument? Ja, dan zou ik het rapport nog eens moeten lezen. Mogen wij dat rapport zien? Van mij wel, maar ik heb dat hier echt niet liggen, voor zover ik weet. Maar het rapport is geheim. Hoe kunnen wij controleren waarop deze conclusie wordt gebaseerd? Dat moet u bij de NAVO zijn. Ja, maar dat is toch een... Hier zit, met alle respect, maar hier zit een oud-minister. Waar heb je het over? Maar hoe kan het parlement, hoe kan de journalistiek controleren dat wat deze juridische adviseur heeft besloten, of dat correct is? Wij kunnen het rapport niet inzien. Nee. Dat geldt voor meer voor militaire rapportages. Er komt vast een moment, maar misschien niet nu al, dat ook dat soort stukken openbaar worden. I think the military are to close shop. Generally, because modern military, especially in UN missions, they are part of the public, they are part of the political intervention, they should be much more open. Het heeft tot mijn verbazing betrekkelijk weinig aandacht getrokken, ook niet in de Tweede Kamer, terwijl het allemaal in de stukken stond. I wonder that the parliamentary commission didn't investigate sufficiently, so they heard all the military involved. Because that is a possibility a parliament has, and they should take advantage of this possibility. And you certainly should find out the truth. Welkom. Maandagavond teruggekomen, opgelucht. We hebben het ministerie van Defensie meerdere malen verzocht Dick Berlijn en Hans van Gienzve te mogen interviewen. Maar ze weigeren medewerking. We hebben ook de schade opgenomen die ontstaan is naar aanleiding van de gevechten. En we hebben mensen een tegemoetkoming gegeven om die schade te herstellen. En de schade, maar ook in menselijk opzicht bedoel ik. Dus echt een schade. Nee, de menselijke niet schade. Alleen maar om de huizen op te bouwen. Maar... We hebben meer de materiële schade, daar hebben wij ons op gericht. En de eigen regering heeft zich meer op de menselijke kant van de zaak gericht. Na de slag bij Chora doet Nederland een poging de schade te vergoeden. Wij kregen een x-bedrag om te besteden voor die mensen. Maar we moesten dan ook nog zelf gaan bekijken van nou... Klopt het wel wat de schade, wat zij ons gemeld hebben, met wat wij daadwerkelijk gezien hebben? Dus we moesten het gebied in. Wij moesten beoordelen van nou, ja, wel niet. Ja, het is een onbegonnen werk. Ik heb het niet gezien.
مشت بخش شو کی افغانان دغه خلق دي د چا مخ نه ماتي مرکه نه ماتي.